Helaas. Helaas. Leuk dat je kijkt vandaag naar deze nieuwe week vlog op mijn kanaal. Mijn naam is Miranda. Vandaag is het maandag. Weer een nieuwe week. Vandaag heb ik weer lekker gewerkt. Net kwam er iemand van de facilitaire dienst, oftewel de technische dienst bij ons. Want de buurvrouw naast mij die klaagde over bij de afzuiging. We hebben een afzuigkap, maar ook de normale, gewone, standaard afzuiging. Dan hoorde mijn buurvrouw een piepje. Nou, die man kon bij mij luisteren om te kijken of er een piepje was. Nou, bij mij was er helemaal geen sprake van een piep. Eigenlijk bij de buurman ging die kaart luisteren. Ik weet niet of daar wat eruit is gekomen. Bij mij hoor je in ieder geval geen piep in die afzuiging. Je hoort hem wel gewoon blazen, je hoort hem gewoon. Maar je hoort er geen piep erin. Dus dat is echt heel apart. Vandaag is het woensdag. Nog één dag en dan krijg ik morgen de uitslag van de special middels te horen. Laten we hopen dat ik genomineerd ben morgen voor mijn Instagram show of voor mijn YouTube kanaal. Laat me hopen. Vorig jaar heb ik ook meegedaan voor de nieuwe kijkers met de special media awards. Maar toen heb ik de grote award niet gewonnen, wel de kleine award gewonnen. In de categorie beste vlogger was ik toen genomineerd. Dit is de tweede keer dat ik meedoe. Dus ik hoop dat ik nu wel genomineerd weer word ook. Maar dan ook waarschijnlijk de grote award ga winnen. Mijn ouders zijn gisteren naar met Noah, onze zwarte kater, naar de dierenarts geweest. Hij is niet helemaal lekker. En zij hebben gisteren dus bloed afgenomen, want hij was ook een beetje uitgedroogd. De longen klonken niet zuiver, zeiden ze. Hij heeft ook last van een hartruisje, ook nog eens. Dat is wat Missy ook had. Die is daar dus aan overleden. Maar omdat zij een raskat was dat natuurlijk de kans veel groter. Dus dat hadden we bij Noah niet verwacht natuurlijk. Ze gaan morgen longfoto's maken. Zou eigenlijk vandaag gebeuren, maar dat gaat morgen gebeuren. Om 9 uur kunnen ze terecht bij de dierenarts. Ik moet morgen tot 9:30 werken. Mijn ouders houden me op de hoogte van Noah of van hoe of wat. Want ze hebben wel in gedachten, als het bijvoorbeeld te veel gedoe is om het te verhelpen of iets in die richting. Of het is echt zodanig zo erg om hem uit zijn lijden te verlossen. Euthanasie dus te plegen. Dus hem in te laten slapen. Afscheid genomen.
kwam het nog, hè? Ja. Straks de andere maar eventjes alle aandacht. Maar ze wilde speciaal erbij wezen, hè? Dat is ook zo. Ja, je moet toch gewoon afscheid nemen tot het laatste moment. Ja. Het wordt gewoon een beter op voor mij. Hij ademt heel zwaar. Ja. Ja. Ja, hij is er nog. Nee, maar ik heb ook stokken bij ademen. Iets zelf rond naar het kopje waar alles wordt uitgezet. Nou, wat is luisteren, hè? Ja. Want het is eigenlijk ook een narcose, als je te weinig gaat geven. Hij heeft veel te veel gehad, hoor. Kom maar even erbij. Je ziet er eigenlijk ook wel, hè, dat die pupillen, die gaan nu heel wijd staan. Dat betekent ontspanning hier bij de pupillen, ontspanning in het blaasje en bij het hartje. Als ik er zo luister. Lekker zacht nog. Aan zijn hartje is gestopt. Ja. 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 Laat hem even vasthouden. Vindt dat fijn? Neem hem even vasthouden. Ga je beter bewaren in een filmpje. Oh, mijn god. Hij glijdt ons weer zo groot af. Ja. Hij ligt er gewoon prachtig bij. Super. Het is vandaag donderdag en als je naar mijn gezicht kijkt, zie je natuurlijk dat ik een rood betraand gezicht heb. En als je de filmpjes hiervoor hebt gezien, snap je wel een beetje waarom dat is. We hebben dus afscheid genomen van Noah. Je hebt ook gezien dat hij spuitjes heeft gekregen. Tenminste, als je dan hebt gekeken, want ik weet niet of je het prettig vond. Hij is ingeslapen. En dat heeft een reden, dat doen we natuurlijk niet zomaar. Hij heeft namelijk een tumor in zijn longen, waardoor hij heel erg hapt naar adem. Hij had dat heel erg benauwd. Afgelopen zaterdag was ik toen nog thuis met mijn ouders, toen had hij dat hij liep te hoesten. Het leek op kokhalzen wat hij deed, maar dat was echt hoesten. Dus hij heeft dus een tumor in zijn longen. Ze hebben dus vanmorgen een foto gemaakt. Dat zou eigenlijk eerder van de week gebeuren, maar ze hebben vanmorgen dus een foto gemaakt. En toen kwamen ze erachter dat er een tumor in zijn longen zat. Ik zal even die foto in beeld laten komen. Dan kan je het dus een beetje zien met wat ik bedoel. Ik omcirkel het wel eventjes, zodat je het een beetje kan begrijpen met wat ik bedoel. Want de dierenarts, die had het zelf een beetje een en ander uitgelegd. Dat gedeelte waar het omcirkeld is, ik zeg daar... dat is de tumor. Dat wil zeggen dus dat zijn longen eigenlijk gewoon, ja,
op de plek waar die tumor zit, daar moeten zijn longen zitten. Nou, die tumor is zo groot dat hij dus gewoon geen lucht meer krijgt bijna. Dat hij dus bijna stikt. En dat willen we natuurlijk niet. We willen dus dat liever voorkomen dan genezen en dat hij dus niet lijdt. Het is niet een makkelijke keuze geweest. Ik kan er nu gewoon droog over praten, maar het is niet meer makkelijk. Dat kan ik je wel zeggen. Vele mensen die naar mijn vlog misschien nu kijken, zelf ook huisdieren hebben of het ook zelf hebben moeten in laten slapen, weten precies waar ik over praat. Dus het is helemaal niet zo makkelijk. Hoe moet ik het uitleggen? Hij was ook niet de jongste meer. Hij was 14, dus het is aan de ene kant ook goed dat hij eigenlijk gaan hemelen is. Nu zou je misschien afvragen, maar wat gaan je ouders nu doen met hem? Nou, ze hebben hem afgegeven aan de dierenarts. De dierenarts gaat hem meegeven aan het crematorium. Mijn ouders willen hem dus laten cremeren. Niet mee naar huis nemen, geen as meenemen naar huis. Gewoon cremeren. Gewoon, ja, ze hoeven hem eigenlijk niet meer terug te hebben. Want, ja, we hebben dus nu nog twee over, Lola en Nogatje. Het is heel triest voor Lola. Dan zal ik even uitleggen waarom dat is. Lola is groeide al langzaam op met Noah. We hebben hun twee geadopteerd van een stel van jaren geleden die uit elkaar gingen. Ze hebben al die tijd al samen met elkaar geleefd. En nu is Noah er niet meer. En dat doet mij wel pijn. Want Lola is ook mijn schatje. En dat vind ik zo triest. Dat zij nu zonder hem moet. Het is al iets later dat ik jullie straks had gesproken. Ik heb namelijk nu al de uitslag van de Special Media Awards. Helaas ben ik niet genomineerd. Zowel niet voor mijn YouTube, zowel niet voor mijn Instagram. Maar ik geef niet op, want volgend jaar stuur ik die gewoon ook weer gewoon mijn YouTube kanaal en die Instagram gewoon weer in. Ik heb net even boodschappen gedaan, met tegenzin eigenlijk. Doordat het vandaag niet zo'n super goede dag is. Ondanks dat ik van Noah en dat van de Special Media Awards niet genomineerd ben. Is het een beetje een minder goede dag. Normaal gesproken heb ik altijd wel goede dagen, maar vandaag is het echt gewoon donderdag de 13e en niet vrijdag de 13e. Dus ik heb net even boodschappen gehaald. Schoenen zet ik dus net even weg. Ik ga even met jullie even de boodschap ook opruimen. Ik laat ook weer even een shoplog in de vlog zien. Dus ik ga even de spullen neerzetten, zodat ik het beter aan jullie kan laten zien. Ik heb alles uitgesteld. Het was eventjes noem, maar gelukkig is het niet. Tenminste vind ik zelf niet zoveel als de vorige keer. De vorige keer was het iets meer. Maar nu valt het wel mee. Één pak. Twee stuks schorrelkippenlee. Krieltjes, een duo pak. En dat is natuurlijk voor de rotti. Een pak wereldgerichte taco's ook. Want dit was in de bonus. Dus zo, hier jou. Dit is meegenomen. 1.1 was het, volgens mij. Runde gehakt. Eén keer gerookte spekjes. En dat doe ik door de spruiten. Ik snap dat niet iedereen spruiten lust. Oké, maar ik lust het wel. Alleen dan met spekjes. Zonder doe ik dat niet. Vind ik dat niet lekker. 1 keer pak haché. Of niks voor de haché. Dan heb ik dus hier haché vlees. Stukjes dus. Die ga ik een haché maken. Daar heb ik wel eens een keer zin in. Dat doe ik dan lekker met rijst. 1 pak kip drumsticks. 1 keer tortilla's. 8 stuks Albert Heijn. Deze hier heb ik dus 2 keer van. Dus ik doe ook de wraps. Dat is lekker. Dan met soep bijvoorbeeld. Linzensoep. Dat is hartstikke lekker. Zelfgemaakte is nog lekkerder. Maar ik ga niet in mijn eentje iets zitten maken. Dit kan ik dus om vandaag opeten ook nog. Bijvoorbeeld. Ik zeg van wat. 1 keer frisse fruitdrank, witte druif, citroen. Dan heb ik 1 keer spa fruit, peach en peer. En dan 2 flessen cola. Maggi voor een soep.
mais voor bij de taco's. Taco-saus was ik wat van de taco's. Of heb ik nog de wraps kan doen, dat ik de volgende dag dat kan oppikken. Feta voor in de sla. Nog een keer van zalm met dan linzenvloeistof. En eigenlijk was dat het enige wat ik heb gehaald deze keer. Begeleiding is net hier even over de vloer geweest. En heeft mijn regel even bijgepraat en zo. Maar ook de lift is eindelijk goedgekeurd. Hè. Dus laat me hopen dat er niet nog een keer iemand vast gaat zitten of wat dan ook. Maar goed. Ja, want sommige van jullie weten, die me vastvolgen op mijn YouTube kanaal. Die weten dat er een tijdje geleden iemand heeft vastgezet hier en dat de brandweer toen op de stoep stond ervoor. Mocht je trouwens naar mijn vlog kijken en je bent nog niet geabonneerd op mijn kanaal, doe dat dan zeker door hier beneden onder deze video op de abonneerknop te drukken. En klik dan ook gelijk even op het belletje, zo mis je geen enkele video van mij op mijn kanaal. Maar goed, die listen zijn goed gekut, dus mijn opa en mijn oma kunnen eindelijk langskomen. Hè? Dat heeft echt heel lang geduurd. Ik kan mijn koelkast die ik hier heb ook eindelijk een keer naar beneden. Hè? Alleen nu als mijn opa en oma nog komen, ik heb nog geen nieuwe stoel. Of geen andere stoel, ik heb wel een tuinstoel hier staan. Die staat dus daar, daar staat een tuinstoel. Daar kan mijn opa en oma er nog wel even op zitten, want ik heb nog geen nieuwe stoel. Want eerst moet ik een nieuw bed aanschaffen, want dat is echt nodig. Want dat bed wat ik nu heb, daar begint echt de lat echt slecht van te worden. Het is vandaag zondag en ik heb de was opgehangen. Ja, je hoort de tv op de achtergrond. Ik zal die even wat zachter zetten. Zo kunnen jullie mij misschien niet beter verstaan. Ik heb net even de was dus opgevouwen. Ik wist dat het nog niet helemaal droog was. Op bepaalde plekken niet. En dat vind ik echt heel raar, want sinds gisteren hing het er al op. Dus ik had al wel verwacht dat het nu droog zou moeten zijn. Maar is een beetje nog op bepaalde plekjes een beetje nat. Maar goed, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Zeg maar, het is niet dat het kletsnat nog is. Het kan gewoon wel opgeruimd worden. Vandaag heb ik eigenlijk niet zoveel bijzonders gedaan. Lekker gerelaxed. Lekker lang uit de bank gelegen. Of gezeten. En lekker tv gekeken. Een beetje op mijn laptop gerommeld. Een beetje dingetjes gedaan. En eigenlijk niet veel. En even het balkon even op geweest, een paar keer. Even video gebeld met mijn moeder ook. En net eigenlijk ook avondeten op. En dus net de was opgeruimd. Of ja, opgevouwen. Ik moet het nog in de kast leggen. Dat is wat ik nog wel even moet doen. Maar dat komt wel zometeen goed. Ik kan wel deze alvast wegleggen, want dat is een vaatdoekje. Die ja, heb ik niet in mijn slaapkamer liggen. Die heb ik hier gewoon in de keuken liggen. Ja. Gisteravond was er ook nog een begeleider geweest over de vloer, even veel dingetjes besproken. Daar hadden we het ook over de knorwereldgerechten en over draadjesvlees en zo. Dus daar hadden we het ook nog even over gehad. En ja, daar hadden we het ook over dat bijvoorbeeld deze rotti, dat het geen echte rotti is. Want er zit kousenband en zo ook in de echte rotti en zo. Dus ja, pannenkoekjes erin zitten en zo. Dus alles wat erin zit is gewoon niet echt Surinaams. Ja, vandaag heb ik echt gewoon luie zondag gehouden. Ik was ook lekker laat aangekleed. Maar dat maakt niet uit, dat is, daar is een zondag voor. Oh.
neem gelijk een klein stuk mee, dat is niet de bedoeling. Een korte broek is niet echt handig. De was heb ik dus net even in de kledingkast gelegd. Ja, het is een beetje een zooitje weer, maar tenminste, ik vind het zelf een zooitje. Maar dat komt wel goed. En daar ruim ik wel een keertje op. Maar laatst heeft een van jullie een tijdje terug gevraagd of ik een housetour wil maken. Ik weet niet meer wie dat was, maar anders laat ik direct zo even in beeld verschijnen. Een van jullie had dat gevraagd aan mij. En volgens mij was dat een Casey. Ik heb besmet, zoiets. In ieder geval, sorry als je die naam verkeerd uitspreekt. Maar een van jullie had het dus aan mij gevraagd. Nu is het zo, ik ben het van plan om het binnenkort het toch te gaan filmen. Ondanks dat het niet helemaal af is, mijn appartement. Bijna, ik moet nog wel wat kopen. Nieuw bed, douchewandjes, douchecabine, vloerkleedkast en een tafel. Of een tafel, een stoel en een soort bijzet tafeltje erbij. En dan is het eigenlijk voor zover af. Er moet nog wel wat in de gang op worden gehangen. Nog steeds een spiegel die ik een tijd terug heb gekocht. Maar dan moet ik nog eens een keer even aangeven. Maar dat komt tegen die tijd wel. Maar ik ga hem dus over een tijdje, dit jaar hoop ik nog, waarschijnlijk volgende maand, filmen. Dan weet je niet in ieder geval dat de verhuistour, voor degenen die er niet om hebben gevraagd en het ook leuk vinden, dan weet je het in ieder geval dat het over een tijdje eraan zit te komen. Of ik vraag mijn moeder even of ze daarmee kan filmen, dat had ik een tijdje terug gevraagd. Of ze dan even mij kan helpen daarmee. Want ik heb een beetje een idee en een gedachte hoe ik het wil gefilmd hebben. Anders film ik het ook nog een gedeelte zelf. Dat kan ook. Maar dat moeten we allemaal even bekijken. Ik moet dat even bespreken met mijn moeder ook eventjes. Of ze er mij bij kan helpen. Ik ga nog steeds even de kruimers even opruimen. Wassenrek opruimen. En dan is het klaar. Dus eigenlijk wil ik ook deze weekvlog afsluiten. Vergeet natuurlijk je duim omhoog te doen. Vergeet natuurlijk je niet beneden op mijn kanaal te abonneren. Druk zeker ook even op het belletje. Ja, zie ik je volgende keer bij een nieuwe weekvlog weer.